heeft ook een hondje. Ja. Supervisie. Gaat het goed, Romke? Nou ja, dit is dus de rustige oude Venen, jongens. Hé Romke? Ja? Alles oké? Ja? Alles in de macht? Goedemorgen, het is zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben de vlogmethuis uit Brussel. En we zijn op de boot. En we zijn al uitgevaren. En we hebben al een ramp gehad hier. Er is een glasplaat van de... van het wastafeltje. Er zit een glasplaat overheen dat je hem kan afsluiten tijdens het varen. Oké, dan kan je de kraan inklappen. En die is gesneuveld en die lag in 100.000 stukjes hier. En nou, dat moet ik straks nog even in de kastjes. Er is ook wat heen gespat. Moet ik ook even opruimen, want het ergste is al weg. En het is lekker weer. We gaan richting de Oude Venen. Ja, we gaan een plekje zoeken. En we gaan overnachten. Ik heb de kussens mee. En we hebben eten en drinken mee. En we hebben rompen mee. Nou, wat kan er nog misgaan? Maar... eerst even wat luchtigs aantrekken, want het is lekker. Chris heeft zijn korte broek ook al aangetrokken. Als ik hem aangetrekken, wordt het waarschijnlijk slecht weer. Vandaar niet. Dat is meestal. We zitten in het kanaal richting Grauw. Ik ga een korte broek aan doen. De mensen van Grauw en omstreken naar ja, dit gedeelte hier. Waar je dus niet met de auto kan komen. Dus moet je met het pontje over. Oh, er ligt ook een hondje. Ja. We zitten al in het gebied de Oude Venen, de Oude Venen, zoals de Friezen het zeggen. En het zonnetje komt er weer bij. Het was net een beetje bewolkt, maar het komt er nou weer doorheen. En we gaan eens even kijken of we hier ergens een plekje kunnen vinden. Er is een Grauw voorbij. En het is een lekker temperatuurtje. Het wordt onder het tentje wordt het toch wel warm. We zullen maar even uitvogelen hoe we dat open moeten hebben en wat het fijnst is met varen. En ja, je kan het ook helemaal afdoen dat je een open kuip hebt. Ja, dan heb je wel de brandende zon. Dus het is even uitvogelen hoe we dat gaan doen. Eens kijken of we nou eens een ander plekje kunnen vinden. Waar we anders nog niet gelegen hebben. Sorry, ik probeer die dingen nog vast niet te doen. Ja. Zo, nou deze is dus caduc. Die staat te schilderen. we hebben een plekje gevonden. Dit is zo'n soort haventje met, nou het is niet echt een haven, maar het is een insteekhaventje voor margrietenplaatsjes. Oh, lekker met Romke aan de wandel. Hier is een leuk schelpenpaadje. En... dit gaat langs het Prinses Margrietkanaal, is dit volgens mij ook. Als je voorbij Grauw vaart, je gaat rechtdoor richting, ja wat is het, meer richting Leeuwarden. Dan heb je de Oude Venen natuurlijk. Ik heb Romke los.
Zo, nou, de middag is haast alweer om. Het is bijna 4:15. Ik ga zo straks even eten kopen. Rustig. We liggen lekker eventjes hier te genieten. We hebben lekker zitten lezen. Chris heeft de kwalificaties zitten kijken. TV'tje wat we van de week besteld hadden bij Mediamarkt. Werkt als een tierenlier. Ik heb een hotspot gemaakt van mijn telefoon. Ik heb mijn abonnement even verhoogd, tijdelijk. En met een, hoe noem je dat, altijd data, onbeperkt data, sorry. En ik vind het koud hoor, met die kant open. Ik niet. Oh. Heel lekker. Maar we hebben de tent weer voor een deel dicht gedaan, want er komt een donkere lucht aan hierachter. En op de regen app staat 50% kans op regen en onweer. Dus we hebben voor de zekerheid maar even. Ja, dan moeten die patrijspoortjes ook dicht. Ja, oké, maar dat kan altijd nog. Dat is zo gebeurd. Die tent is altijd wat lastiger om dat even snel dicht te doen. En Chris lekker tv gekeken. Dat kon in die andere boot niet, hè? Jawel. Jawel, maar dan kon je niet hangen daar, want dat was ons bed. Ja. Ja. Helemaal verbouwen aan was. Ja, nu niet. Kijk, hij staat er wel mooi. Dus, dik tevreden. Geval. Straks het bed opmaken vanavond. Ben benieuwd hoe we hier slapen. Ja. Ja, het is gezellig druk hier. Mensen met hondjes ook. Heerlijk weer. Supervisie. Gaat het goed, Romke? Hier in de kombuis? Ja? Een beetje harder zetten. Nou, dan komt er nog sla bij en tomaatjes. Dit is een natuurlijke afzuig. Ja, dat werkt wel toch? Ja. En gehaktballen. Gordijntjes voor. En ik heb meerdere boten zoals deze bekeken op internet. Om te kijken, die te koop stonden, om te kijken wat zij dan hadden. Maar geen heeft iets voor de ramen. Geen gordijntjes. Dus ik, een beetje lastig. Hoop ik niet om 6:00 al wakker zijn. En ik zit al te denken om daar iets voor te hangen. Maar dan kan ik ze niet, want we hebben ze nou lekker open. Dus, dat is. Die zit in de wc. Dat is. Het is zo'n gezellige boot. Ik ben zo blij mee. Kijk nou, joh. Ik heb al wat boekjes neergelegd. Even een mandje waar iets in. Hier moeten nog wat frutseltjes komen. Ik moet de plekje allemaal nog even vinden waar ik alles in doe. Maar hier onder die banken, hier,
zitten er ook nog op bergbakken, hè? Echt. En die lampjes. Ja. Dat raak je gewoon aan, zo. Hé, het lampje doet het niet. Of moet dit met een schakelaar? Ja, deze moet wel met schakelaar. Dan kan je hem zo, als het goed is, weer uit doen. Oh, dat is alleen bij die andere zo. Dan raak je het voetje aan, dan gaat hij weer uit. Even kijken. En die. Die staat er lullig bij. Zie je, dan gaat hij uit. Als je hem aanraakt, gaat hij weer aan. Hele part. Zo. En hier is Romke. Hi, schat. Ga je ook lekker slapen zo? Hey? Ga je ook slapen? Ik ga ook slapen. Ik ga eerst even opfrissen. Hele goedemorgen. Het is zondag vandaag. Zondag 27 juni. En vandaag is het de sterfdag van mijn moeder. 4 jaar geleden is ze overleden. En ik had er zelf niet zo bij stilgestaan. En dan zie je een herinnering op Facebook. En denk je, oh ja, ik wist dat het een deze dagen was. Ik had 24 juni in mijn hoofd zitten, maar het was dus 27 juni. Ja, wakker geworden op ons bootje. Het is prachtig mooi weer. We zitten heerlijk te ontbijten. Dit is ons uitzicht aan de ene kant. En dit is ons uitzicht aan de andere kant. Hierachter loopt het Prinses Margriet kanaal. Als we nu dan zien van die hele grote vrachtschepen voorbij komen. Dat is een heel raar gezicht. Maar het is net of ze door het weiland heen komen. Omdat hier natuurlijk weiland is. Maar ja. We zijn vroeg op bed gegaan. En ook vroeg weer wakker geworden. Ja, het is toch vrij licht dan. Die patrijspoortjes, daar zitten geen gordijntjes voor. Goed, zo plukken we de dag. Carpe diem. Ik ga een clubje met ganzen voorbij. Het is weer heerlijk. Het is weer genieten. Het is weer tot rust komen. Hier achter de dijk lopen schapen. En dat is een heel mooi gezicht. Eerst maar even een ontbijtje met een eitje. Koffie hebben we ook al gehad vanochtend. En dit is weer ouderwets, heerlijk genieten. We kunnen hier riant ruim zitten. Heel blij met deze boot. Toch? Ja. En vanmorgen vroeg ik naar de wc en toen kroop Romke alweer als vanouds op mijn plek. Dat flikt hij altijd. Als ik het bed verlaat, dan kruipt hij erin om bij Chris te gaan liggen. Ja. En als je denkt dat je hier komt voor je rust. Wat een herrie overal. Ja, maar dat komt van een zeilboot af volgens mij. Die komen daar, volgens mij dat bootje. Of hier recht tegenover de kabelbaan. Nee. Het
zeilbootje. Niet vaak erbij volgens mij hier ergens. Maar het is overal herrie nu. Daar is druk, jongen, daar. Allemaal ja. Bootjes. Ja. Nee, maar dan denk je dat je voor je rust komt. En dan... Eerst vanmorgen vroeg al, hier schuin tegenover, was een boot met 5 mannen erop. Ik denk dat ze 20:30 waren. Dat is wel erg. Die hadden er in 1 keer om 8 uur het plan om de muziekkaart aan te zetten. En... hier zijn spelende kinderen. Goed, die maken altijd herrie. Ja. Maar keiharde muziek. Ik dacht eens dat die muziek bij hun vandaan kwam, maar dat is dus niet zo. Ja, ook. Dat is nu weer uit. Ja, zij hadden ook keiharde muziek aan. Ja. Nou, die komen er al aan, hoor, denk ik. Dat. Ja, en dan staan ze er bovenuit te schreeuwen. Boven muziek. Dit is dus de rustige oude Venen, jongens. Ja. Ik ben even alleen aan de wandel. Ik wil even dit pad verkennen. Ja, Romke wil zover niet. Dus ik wil even weten waar dit op uitkomt. Het is ook lekker weer. Het waait wel hard. Hierachter is het Prinses Margriet kanaal. En dit is natuurgebied en rustgebied. Hier en niet verder. Hier is een hek. Hierachter zit een huis. Nou ja, volgens mij is het een bouwval. Maar ik hoop niet dat iemand woont. Maar ik kan niet verder. Hier zit een hek voor. Dus ik ga weer terug. Lekker. We ontspannen. Heerlijk. Straks moeten we wegvaren met Lagerwal. Dus dat wordt even... Er is een strontvlieg op. Dat wordt even een lastig dingetje. Zo goed kennen we de boot nog niet. Zien dat dat goed gaat. Want het waait best stevig. En het is vrij krap daar. We liggen vrij dicht op de andere boten. Even zien of het goed gaat. We zitten van tevoren al te verzinnen hoe we het even gaan doen. Met de boegschroef en de hekschroef. En touw vasthouden achter. En dat is altijd het geheim van dat het goed gaat met aanleggen, dat je goed overlegt van tevoren, als man en vrouw zijn, dat je goed van tevoren met elkaar doorspreekt. Dikke rups. Dat je goed doorspreekt hoe je het gaat doen. Dan krijg je geen scheldpartijen en dan gaat het goed. Dat is een beste. En we tuffen weer. Wegvaren ging goed. Het was even spannend, want we lagen op Lagerwal. En ja, we weten niet precies hoe dit schip reageert op alles. Maar we varen weer. En eens kijken waar we uitkomen. Vanmiddag weer vroeg naar huis, want Chris wil voetbal zien. Bijna weer in Terne. Bijna bij de haven. En hoe dichterbij we komen, hoe warmer het wordt. En we zien wat we doen. Chris moet dan nog even iets met, bij de stuurkolom doen. En ik moet nog eens even zien uit te vogelen wat we doen met die gordijntjes.
treinspoortjes, hoe we dat op gaan lossen. Maar we zijn er alweer bijna. Het is om 2:00, het is best wel vroeg eigenlijk. Ja. Ik wil voetbal nog zien vanavond. Ik wil de wasmachine nog even aanzetten. Ja, ja. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag de 30ste. De woensdag na het heerlijke weekend. Ik ben de beelden aan het editen. Ik ben vrij vandaag, altijd op woensdag. Ik ben de beelden aan het editen en van het eerste weekend weg met de boot. En ik kom erachter dat we zoveel beelden hebben. Dat ik besloten heb maar om een eind aan deze video te maken. En deze week ook verder niks te filmen, denk ik. En ik denk ook dat ik hem misschien wel online ga zetten. Ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog. Like deze video als je het een leuke video vond. En dan wens ik iedereen verder een hele fijne week en of weekend. En graag tot de volgende vlog. En voordat ik het vergeet, abonneer je ook nog even op mijn kanaal. Als je dat wilt. Want ik merk toch dat een hoop kijkers geen abonnee zijn. Dat is helemaal gratis. Dat kan door middel van die knop hieronder. Abonneerknop. En als je aan het eind van de video op mijn eindscherm zet zo'n rondje met mijn hoofd erin. Als je daarop klikt, kan je ook abonneren. Dat zou heel leuk zijn. Doei doei.